Fuck yeah, man. We hebben dat een jaar 31 maart. Precies de laatste dag van maart. Voor 1 april. Dus op zich best wel een datum waar je denkt van, oh, oké. Okay. Laten we een keer naar Retail gaan, jongens. Gewoon even wat rustiger span. Je bent echt pro, thanks Matthias. Of Matthias. Super bedankt, jongen. Ik ben beter, dat wel, hè. Survivor. Heb je T's gekocht? Ik heb helemaal niks gekocht. En uiteindelijk heb ik toch deze skin. Ewa, Romy, welkom. Ik ben 30 maart jarig. Lekker, Matthijs. Ben ik 1 dag later. Dan heb ik alweer 16, jongens. 16, jongens. Wow. Ik ben echt een sicker YouTuber. Thanks, Raul. Of Ral. Thanks, jongen. Weet je dat je winst niet meedoet? Ja, klopt, Jerry. Maar volgens mij is het weer gefixt, man. Dat het, dat je winst er weer bij krijgt. Dacht ik. Want ik hoorde ook altijd iets van Romy. Van, de winst. Maar volgens mij doet hij het weer. Hoop ik. Dat zou wel kut zijn. Die sparkles als hij dat ding openklapt is zo vet, hè. Legaal alcohol in, Duitsland sowieso, jongen. Ik ga sowieso niet bier drinken voor mijn 18e, man. Want dan krijg ik een prijs van mijn stiefvader. Ah, die zei, ja, voor je 18e, niet zuipen. Ook niet roken. Roken sowieso zou ik nooit gaan doen. Dat is echt dom. Waarom heb ik een smoke opgepakt? Maar oké. Okay. Roken, jongens. Gaan jullie laten roken? Gewoon, je kan het ook gewoon eerlijk willen, hè. Natuurlijk zou je het wel één keer voor de test, zou ik maar zeggen, even proberen. Ik weet zo, ja, ik denk dat ik het wel, je moet het, ik denk dat ik het wel zou doen om te kijken wat het is. Gewoon hoe het ervaart of zo. I don't know. Voor de rest, roken is zo dom als ik weet niet wat. Dat vind ik, want je verneukt gewoon je hele lichaam ermee, dus ja. Nee. Kijk, mooi jongens, verstandige mensen. Verstandige mensen, man. Ja, roken, weet je, ik snap niet eens waarom mensen het doen. Als al, kijk, weet je wat het zeg maar is? Sperma is dikker de pis trouwens. Ja, wacht, ik wil even iets zeggen. Maar moet ik even goed zeggen? Ik weet het niet, man. Bijvoorbeeld drugs. Nee, hetzelfde als fucking roken in mijn opzicht. Wat ik, was. Ik weet het niet, man. Stel, er staat ergens, het is dodelijk op. Bijvoorbeeld, spring er niet overheen. Nee, ik kan er echt niet. Nee, laat maar. Ik wou iets zeggen, maar ik kan er echt niet op komen, man. Ik kan er echt niet op komen. I don't know, man. I don't know. Kijk, ik snap gewoon niet waarom je iets doet. Waarop staat, het is dodelijk, waarom je het dan zou doen, weet je. Dat snap ik niet. En ik wou het vergelijken met iets, bijvoorbeeld, je gaat toch gewoon niet over een bergrand heen lopen als het dodelijk is. Het is gewoon dom. Het is gewoon, ja, weet ik niet. Maar ja, weet je, mensen doen het. Ik kan het niet tegenhouden. En als ze het prima vinden, ja. I don't know, man. Doe wat je zelf wilt doen. Alleen het is niet altijd het beste. Ik vind deze skin wel dood, man. Het speelt zo soepel met dit skinnetje. Het is gewoon een hele andere skin dan de andere. Heb je alles gekocht? Nee, ik heb dus via een glitch heb ik dus deze skin gekregen. Het is heel apart. Ik kan laten zien dat ik mijn Battle Pass gewoon nog helemaal niet voltooid heb. Ik had zonder zelfs de Battle Pass te kopen, had ik deze skin dus al gekregen. Het was echt heel raar. Ik snapte dat echt niet. Ik heb ook gewoon niks gedaan. Gewoon alleen mijn game opgestart en ik had het. Dat is heel apart. En het lijkt nu echt alsof ik weer miljoenen geld erin heb gebonjourd. Maar ik heb echt helemaal niks eraan uitgegeven. Ja, tientje om die Battle Pass te kopen, dat was het. Nu heb ik hem gewoon al. Zonder de Battle Pass eigenlijk te kopen had ik de skin al. Nou, dat is toch wel apart, zeg ik dan. Ik zag je rokershoekje op school. Ik zag je wel bij rokershoekje op school. Ah, maximaal, jongen. Wat een gozer. Ja, ik loop daar af en toe langs natuurlijk. En voor mijn fiets. Nee, man. Maar sowieso, kijk, mensen op mijn school, die roken dus al. Ze zijn ook wel wat ouder dan ik. Maar ja, ik snap het gewoon niet, weet je. Why, man? Why you do that? Het is ook een deel stoerdoenerij, zeg je eerlijk. Dat is gewoon zo. Als je hele vriendengroepje rookt en jij niet, hè, dan is het, oh, jongens, doe normaal. Dan is het wel een dingetje, snap je? Hop, hop, hop. En parkour, en hop, en hey, dank u. Hier moet even voor gedanst worden. Sorry, moest even. Oh my god, we krijgen gewoon een fucking hell, man. Hoeveel lukken je... Nou, fuck it. Woe! GG! Ik pak daar een fucking paarse scar op en nu pack ik gewoon een fucking legendary. Hoe fucking luck will you have, man? How many luck do you have? Het is wel een teken voor dit potje. Het is ook een teken dat hier gewoon helemaal niemand is geland. Kijk, alle huizen, alle deurtjes zijn nog gewoon dicht.
En ik zit hier safe. Dus hey. Ik ga gewoon even de tijd nemen om alles te looten. Pim, pim, pim. Ik vind die dansen sowieso echt dope. Die nu nieuw zijn weer in de update. Het is gewoon. Het is zo clean. Hoe ze alles steeds updaten. Jongens, 485 kijkers, jongens. Dope dat ze allemaal zijn. Van harte welkom, man. Welkom bij de stream, jongens. Welkom. Nu alleen nog even een Desert Eagle eruit bonjouren. Een Legendary, dat zou helemaal dope zijn. Twee Legendary wapens. Kom op. Legendary Eagle. Ho, dat was een leg spike. Ik zou wel vakantie willen. Ja, Kai. Ja, heel veel mensen uit Brabant en uit zeg maar het zuiden van Nederland hebben toch geen vakantie meer. Ai, ja! Er wordt gewoon naar me geluisterd. De Desert Eagle, jongens. Woe! Er zit hier legit een... Wow! Oh zo, dat kwam heel kut uit. Woo! GG! Oh fucking hell, 5 medkits, nou is wel iets te overdreven. Zie je? Je kan nog wel switchen met de guns, alleen je kan helaas geen... Ja, je kan één schot met een pump hitten. En daarna moet je alles hitten met je tactical of shotgun of iets anders. Een ander wapen dan de pump. Ik vind dat wel ruk, man. Ik vind het delay iets te, zeg maar. Ja, dat zegt eigenlijk gewoon goed. Ik vind het delay iets te... Het is gewoon iets te lang. Net zoals iets anders. Haha, maar daar gaan we het even niet over hebben. It's a family friendly video. Stream, sorry. Dat moet ik wel goed zeggen. Nou jongens, we hebben een kill. Wow, wat zijn wij toch goed zeg. We hebben gewoon 1 kill jongens. Wow. Ik heb nog nooit lager dan 2 kills. Met een... Nee, volgens mij niet eens. Iets van 3 kills. 3 kills denk ik dat dat. Mijn laagste is dat ik met een game heb gewonnen zeg maar. Ik heb nog nooit met een 0 kills gewonnen. Dat is nog nooit zo. Nou, kijk, wat sniper ammo voor de Deagle. Hoe noemen jullie het? Desert Eagle, Eagle of Deagle heb je nu. Dat is de afkorting. Ik vind Desert Eagle, ja. Desert Eagle. De Eagle. Ik vind gewoon deze smoking gewoon. Met zo'n fucking grote gun in je hand. Ziet er gewoon clean uit, jongen. Het ziet er gewoon vet uit. Daar is het gebouw trouwens. Gewoon van, yo, don't fuck with us. We got a Desert Eagle in my hand. Oké, okay, bam. Ja, ik ging even niet schieten, want dan hoort iedereen mij. Want dat ding knijtert, jongen, even dat geluid. Zou er nog een kerel in zitten, joh? Yup. 2 zelfs. Oké. Okay. Yeah, man. Don't fuck with us. Desert Eagle. Ik hou van het wapen, jongen. Gewoon even de tijd nemen in je bons... Oeh, machetta. Maar ding, ding, dong. Fuck yeah, man! Dit is toch maar even een wapentje, jongen! Ik moet meer sniperkogels hebben. Ik heb mijn grote liefde gevonden in deze game, jongens. Dit is toch niet normaal. Dit is mijn wapen, jongen. Oh, wat heerlijk. Wat een heerlijk pistooltje. Pistool.
What the fuck, ouwe? What the hell? Het schiet gewoon zo powerful gewoon. Eén kogel in je kaak en je bent gewoon bonjour. Waar is die kerel heen? Oh, daar. What the fuck? Oh my god. Oh my god. Nou hoor. What the fuck, gast. Okay. Kan hij mij zien vanaf hier? Ik weet het steeds wel, jongens. Ja, dus. Ik wil bouwen, dank u. Oh shit, dat was niet best. De Desert Eagle, jongens. Wat een prachtwapen. Wat een prachtwapen. Holy shit. What the fuck, ouwe. We hebben daar ook niet één kill, maar gewoon echt vijf op gepakt. Zes, nee, vijf. Ja, ik liep iets te ver van stapel. Holy damn. Hop. Kijk dan hoe sick dit ding schiet, jongen. Ik weet niet of ik zie hem niet eens pieken, maar ik schiet gewoon. Dit ding is echt, dit is echt een, mijn lievelingswapen geworden. Hij heeft een sniper, dus ik durf niet te lang te pieken. Fuck it, we hebben 3 medkits, dus shut this shit out. Welke school zit je? Ah, joh, ik... Oeh, hij wordt gepusht. Gepusht, ik ga... Ah, sorry, ik moest even... Ik zeg niet zomaar waar ik op school zit, man. Ik vind dat niet zo chill. Kijk, hij heeft nu een grenade launcher. Dus ik hoop dat die kerel nu doodgaat door mijn schot. Ah, helaas. Oeh, dat zou even een gekke kill zijn geweest, jongen. Oh, yo, dat is een flinke fuck. Iedereen wordt helemaal wappie van dit schot van mij steeds. Van die, dat geluid. Ik kan ze gewoon niet eens zien. Hij is dood, hij is dood. Oh shit. Oh my god. Ik moet die kerel... Ik durf het niet, maar ik... Ik ga richting de safe zone ook langzaam. Weet je wat ik ga doen? Wacht totdat die kerel... Fuck, ik zat aan mijn neus te krabben. Hij heeft een sniper. Hij gebruikt zijn sniper, dat is slim. Maar niet slim genoeg voor mij, bruh. Don't fuck with me. Kut, de loot zit vast in de safe zone. Dit wapen, gozer. Weet je wat zeg maar zo chill is aan dit wapen? Je ziet heel veel mensen tegenwoordig met shields van 100%. Zeg eerlijk, je ziet heel veel mensen met zoveel shield. Dan dat dit wapen er is... Ik had 180 damage op die kerel, hè. Met één kogel. Het full shield. Ja, full shield. Ja, ik denk het wel. En 80 HP of 75 HP. En je bonsuurt gewoon met één kogel die hele health bar van hem weg. Ik vind dat zo sick gewoon dat ze dit wapen erin hebben gegooid. Hij is gewoon zo chill en sterk. En hij ziet gewoon fucking dope uit. En what the fuck krijgen we hier?
kan toch niet zeggen dat hier een handrek in zit? Oké, nee, niet meer. Tomato Town, jongens. Tomato Town. We kunnen beter maar even weer omhoog gaan hier. De high ground, jongens. De high ground. Het enige kut is, we hebben nu geen sniper. Maar ja, hè. We hebben een pistol sniper, dus dat is meer dan genoeg. Ik wil nog gewoon even een kill maken. Van zo ver afstand met dit ding. Gewoon een crossman. Bam! En dan, ja, dat is cool. Oké. We zitten safe. Dat is lekker. Ik loop gewoon een beetje rond. Ik ga denk ik hier een beetje loeren. 638, kijk jongens, jongen. What up, jongens? Welkom. Welkom bij de stream. Oké, dit is zeg maar weer echt zo'n typische plek waar nog mensen kunnen zitten. Ik wil eigenlijk even een RPG fixen uit die airdrop. So that is what we're now gonna do, man. Weet je wat? Echt, als dat gebeurt, dat een kerel in zo'n fucking container zit, word ik mad, jongens. En jij bent van mij. Weer eens! Oh my god. Oké, dit is niet aardig. Kom dan! Bro, I know that you're there, man. Doei. Woo! Get wrecked! Dankeschön, dankeschön. Don't fuck with the wrong man. Dab. Dab on the haters. Got him. Ah, hij moest gewoon niet fokken met ons. Ik hou van dit wapen. En die trapdo. Dat was sick. Airdrop. Oh. Dat is gewoon typisch weer zo'n kerel die zit daar heel lang. Dat hokje zat hij al fucking lang. Dat zijn de laatste twee. Dus ik ga erin mengen. Ja, dat is de laatste guy. Wat is deze kerel aan het doen? Kom maar. Fuck yeah, man. Oh shit, gast. Zweten! Boeia! Even nog een dansje doen. Wat een lekkere game! Oh shit, gast! Fuck yeah!